chocolade. Lekker. Oh, het maakt je zo blij. Het maakt je vrij. Je wordt er dik van. Maar wat maakt het uit, man? Het is zo lekker. Hallo. 1, 2, 1, 2, 3. Hoe zijn jullie samen op pad gekomen? Wij wonen hier zelf in de straat. Nu ongeveer zo'n jaar of 3. En eigenlijk is het pand ons helemaal niet opgevallen in die 3 jaar. Maar 1,5 jaar geleden is het te koop gekomen. En op een gegeven moment toen dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon een stiekem een bezichtiging daar aanvragen. Ik had het nog niet tegen Kees verteld, want ik dacht, nou die ziet Joni weer aankomen met haar ideeën. En ben ik gaan kijken en het was een ongelofelijke oude bende, het pand. Het was echt, het had gewoon veel achterstallig onderhoud. Maar ik zag het. Ik zag gewoon wat ermee kon. En die bezichtiging heb ik dus eerst in mijn eentje aangevraagd om zo een goed verhaal voor Kees te maken. Dus om te zeggen van, Kees, zo zie ik het zitten. Had ik een tekening heb ik gemaakt met hoe ik dan de indeling van de winkel zag. En op een gegeven moment had ik dat verhaal voor mezelf in mijn hoofd klaar. En toen zei ik tegen Kees, ik zeg, joh, zullen we eens een keertje een bezichtiging doen bij de Joodstraat 23, Oude Nemers de Boerpand. Nou, uiteindelijk hebben we dus die tweede bezichtiging gedaan, Kees mee. En toen hebben we gewoon besloten om het pand te kopen. Vanaf afgelopen juni hebben we alles eruit gehaald, alles verbouwd, alles nieuw. En uiteindelijk is dit het resultaat geworden. Dus ik denk dat we maar snel even naar binnen moeten gaan en dat jullie het moeten zien. Ik ben razend benieuwd. Feliciteer met de opening van afgelopen zondag van het Chocoladehuis. Hoe hebben jullie die dag ervaren? Nou, die dag was echt overweldigend. Er waren zo ontzettend veel mensen. En we hadden de familie Smit, die voorheen de eigenaar was van de melkwinkel die hier was, hebben we gevraagd om de winkel te openen. En er zijn gewoon zoveel mensen op afgekomen, dat hadden we nooit verwacht. Ja, dat is mooi. Ja. Hoe ben je eigenlijk in dit vak gerold? Heb je het van huis uit meegekregen of een opleiding voor gevolgd? Of? 5 jaar geleden, toen studeerde ik nog in Delft. Ik heb daar de opleiding industrieel ontwerpen gedaan. En op een gegeven moment in het 3e jaar, toen heb ik gekozen voor een specialisatie retail. En tijdens die specialisatie ben ik in aanraking gekomen met een mevrouw uit Rotterdam vandaan. En zij had 3 hele mooie chocolaterieën in Rotterdam. En ik had een gaatje in mijn studie. En op een gegeven moment had ik aan haar gevraagd, zou het leuk vinden als ik in Volendam een pop-up store voor u begin? Nou, en dat is eigenlijk de eerste winkel die ik ooit met chocolade gehad heb. Op dat moment had ik nog nooit iets met chocolade gedaan. Het was meer, zij verkocht toevallig chocolade en ik had een specialisatie in retail. Dus het leek me leuk om daar iets mee te doen. En eigenlijk sindsdien, ik vond de chocolade zo ontzettend leuk. En ik bleek er ook een beetje gevoel voor te hebben. Ik kon ermee werken. En sindsdien ben ik chocolade maken echt als hobby in eerste instantie. En later, toen heb ik, ik weet eigenlijk niet. Als ik even mag invallen. In het begin was het ook bij ons thuis. Toen hadden we nog geen winkel. En toen kwam het dus zo voor dat Joni wat opdrachtjes kreeg. En die stond in de keuken te roeren. Maar op een gegeven moment werd dat zo druk dat er een machine in huis kwam en een werkbank in huis. En de hele huiskamer was gewoon onze fabriek. En dat was eerst in onze flatje en later in onze woning hier in de straat. En dat was in het begin wel grappig, maar het werd heel groot. Echt heel groot. Dus dit is echt de ultieme uitkomst om weer een volgende stap te maken. Een eigen productieruimte en winkel. Dat is geweldig. Ja, zo kan het dus gaan. Hè? Op een gegeven moment dan wordt het echt serieus en dan, voor je het weet, heb je gewoon een eigen zaak. Ja. Ik zit ondertussen om me heen te kijken. Het zijn wel echt gewoon, je kan het wel kunststukken noemen eigenlijk. Ja. Gewoon echt gitaar en alles wat je maakt, wel precisiewerk. Ja, dat is het zeker. Chocolade is een heel ingewikkeld product. En het heeft voornamelijk te maken met temperatuur. En daarom is de zomer ook niet echt het fijnste seizoen voor de chocolatier. In de winter werken is gewoon veel fijner. Inderdaad, als er iets, maar een klein dingetje niet goed gaat, dan lukt het gewoon niet. Dus ook als je haast hebt, bij haast mislukt het eigenlijk altijd. Je moet altijd gewoon de tijd nemen en ervoor zorgen dat je niet in de stress raakt als een opdracht klaar moet zijn. Dat betekent wel vaak dat je gewoon tot
diep in de nacht door moet gaan. Omdat als dan de volgende dag een bestelling geleverd moet worden, dat je, ja, dat je door moet gaan totdat het af is. Ja, en jij geeft ook workshops met chocolade. Ja. Blijf je dat ook gewoon doen hiernaast? Of? Nou, er heeft vanaf de kermis heeft hier een poster in het raam gehangen met workshops voor kinderen en voor volwassenen. En de aanvraag die we daar voor hebben, dat is ongekend. Ik moet nee zeggen tegen mensen, omdat het vol zit. Nou, je geeft dus die chocoladeworkshops. Doe je dat bij mensen aan huis of doe je dat bij vereniging of doe je dat gewoon hier op de zaak zelf? Nou, in eerste instantie toen we dus nog geen zaak hadden, hebben we dat op locatie gedaan. De ene keer was het dan in een restaurant op de dijk, de andere keer was het inderdaad bij een vereniging of bij mensen thuis. Maar ja, deze winkel die leent zich, die is eigenlijk zo geschikt om dat in de winkel te doen. Dus hebben we ervoor gekozen om een goede tafel te kopen en zodat die workshops ook gewoon hier in de winkel gehouden kunnen worden. Ja. Dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd hoe zo'n workshop eigenlijk inhoudt. En ik denk dat ik hem ook zeker wel een keertje ga meemaken. Maar kun je me ondertussen een stukje laten zien van de zaak zelf en dat je me uitlegt hoe het eigenlijk allemaal in zijn werk gaat? Ja, zeker. Ja hoor. Super. Nou, we staan hier nu in de andere kant van de zaak en het is eigenlijk wel een soort fabriek wat ik hier om me heen zie. Alle machines en je werkplaats. Hoe gaat het hier eigenlijk, hoe begin je hier nou bijvoorbeeld? Je opent de zaak 's morgens, je komt hier binnen en je denkt van nou, ik ga chocola maken. Het eerste wat ik dan doe is, op die machines, daar liggen allemaal deksels op. En die chocolade, die wordt, 's nachts wordt die verwarmd naar 40, 45 graden. Ik haal 's ochtends haal ik die deksels erop, de deksels haal ik eraf. En dan zet ik mijn machine aan, dan ja, kan het wel even laten zien. Kijk, hier is het een knopje. Je ziet, nou, nu is hij al afgekoeld, want hij stiekem heeft hij al aangestaan vandaag. Dus ik zet deze aan en dan begint ja, eigenlijk het wiel te draaien. En dan wat ik net vertelde over de temperatuur van de chocola. Deze machine die zorgt ervoor dat de chocolade onder beweging op temperatuur wordt gebracht. En dat heb je nodig om die chocolade goed te kunnen verwerken. Ik zal hem er even uitdoen, want hij maakt wel een flinke broemgeluid. Nou, bijvoorbeeld wat je doet is, ik heb hier chocolademallen. En in die chocolademallen, en dan moet ik hem eigenlijk weer even aanzetten, anders kan ik dat niet laten zien. Daar giet ik chocola in. Zeg het zo, dit zijn Sinterklaasjes. Want Sinterklaastijd komt er natuurlijk aan. Nou, wat je doet is, laat hem er zo overheen gaan. De chocolade laat ik er een beetje in uitvloeien. En dan ga ik zo. Nou, zie je dat ik hem niet helemaal... Nou... Ik ben eigenlijk best tevreden. En dan laat ik hem zo. Zorg ik ervoor dat alle belletjes eruit gaan. Meestal tik je het dan nog even wat na. En dan plaats ik de mal hier. En dan zie je eigenlijk ook wat andere mallen al liggen. Deze heb ik bijvoorbeeld gisteren al gemaakt. De chocolade is hard geworden. En dan tik je ze er zo uit. En hoe lang duurt het nou ongeveer voordat de chocolade hard wordt? Dat duurt ongeveer, ja, dat ligt er een beetje aan de omgevingstemperatuur. Als je het echt aan de kamertemperatuur wil laten stollen, dan duurt het ongeveer een uur. Maar je kan het ook iets versnellen door het kort in de koeling te leggen. Dan gaat het iets sneller. Dat is nog vrij snel eigenlijk. Ja. Dus je kan, als je een hele dag bezig bent, dan heb je de hele zaak weer goed bijgevuld. Als alles goed gaat wel, ja. Dan zou dat best, dan kan dat, ja. Maar... je hebt te maken met, wat het lastig maakt is deze machine die houdt dus die chocolade op temperatuur. En soms schommelt dat een beetje. Dus ik moet altijd wachten totdat die machine op de juiste temperatuur is en pas dan kan ik verwerken. En als je op een gegeven moment, dan kan je bijvoorbeeld een half uur lang de chocolade verwerken. Maar dan kan het zijn dat die temperatuur ineens iets omhoog of naar beneden springt en dan moet je gewoon weer wachten. Dus het is, je moet continu kijken van, nou, ja, je moet gewoon de tijd hebben om het te doen. Nou, zijn dit eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, nog vrij relatief simpele figuurtjes. Hè? Je giet het erin, je haalt er hard uit en je tikt het eruit en je hebt een figuurtje. Maar dan zie ik ook in de winkel bijvoorbeeld, zie je echt schoenen staan en schilderijtjes. Zelfs een wielrennerfiets helemaal. Daar komt er wel wat meer bij kijken dan eventjes in een vormpje gieten en uittikken. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ik heb hier
heb ik mallen staan. Hier heb ik bijvoorbeeld een mal van een voetbalschoen. En wat je daarmee doet is, deze mal bestaat uit twee helften. En aan allebei de kanten giet ik daar chocola in. En wat dan, ja, wat eigenlijk het moeilijkste hiervan is, is dat je hem dan zo in ene in elkaar klapt. En je kan je voorstellen, als daar chocola in zit, dan moet je dat snel doen. Gaat ook wel eens mis. Dan is het een lekkere rommelboel hier. Maar als die chocola dan in zit en je hebt hem goed dicht, dan draai je hem zo rond. En dan verdeelt die chocolade goed in de mal. Dat doe je ongeveer een minuutje of vijf. En dan begint het al rustig aan een beetje te stollen. En als hij dan klaar is, dan haal je er. Dit moet je wel iets langer dan een uur laten stollen. Meestal vul ik dit 's avonds en dan haal ik het 's ochtends haal ik de schoen eruit. En nou, dan haal ik de mal weer open. En dan zit het schoentje erin. En hier heb ik een uiteindelijk schoentje. Zo ziet hij er dan uit. Maar dan moet je hem nog wel bewerken, neem ik aan. Dus dan zit er nog wel een randje aan wat je weg moet snijden. Of, Ja, maar dat valt wel mee. Want die mallen, dat zijn echte professionele chocolademallen. En die zijn gewoon heel goed van kwaliteit. Dus je hebt inderdaad nog wel eens een naadje aan de zijkant. Maar ja, dat is zo dun dat het er eigenlijk vanzelf wel van afvalt. Oké. En over de, je vroeg ook naar de fiets. Nou, de fiets is eigenlijk een hele andere techniek die ik gebruik. Ik heb voor de fiets, dan maak ik, ik zoek een fiets op internet, zoek ik op een tekening van een fiets. En dan gebruik ik die als onderligger. En dan teken ik deze fiets met chocolade erop. Dus ik heb een spuitzak vol met chocolade. En dan teken ik eerst het frame in dit geval van de fiets. Dus eerst het witte frame heb ik getekend. En daarna heb ik met pure chocolade heb ik de wielen en de zadel en zeg maar de andere details gemaakt. Iets heel anders. Ik zie prachtige tegeltjes hier in de wanden. Wil je eens vertellen hoe je daar aan komt? Ja, dat is wel een heel leuk verhaal. We zijn sinds juni, of afgelopen juni zijn we begonnen met de verbouwing hier. Hebben we het hele pand eigenlijk gestript. We hebben de vloeren eruit gehaald, de wanden, het plafond. En op een gegeven moment toen was ik samen met mijn vader. Een ochtend waren we de houten vloer eruit aan het halen. Toen kwamen we een grote put tegen. En die put die lag helemaal vol met puin. En ik zei, ach joh, we laten die puin er lekker inleggen en dan gaat toch een nieuwe betonnen vloer overheen. Daar ziet niemand ooit meer wat van. En mijn vader die zegt, nee, we doen het netjes, we maken het schoon. Alles eruit, breng alles gewoon bij de gemeente. Nou ja, dat doe je dan maar als je vader dat zegt. Dus ik stond in die put, ik was een beetje aan het graven. En op een gegeven moment, toen haalde ik een baksteen uit de put vandaan. En ik draaide die zo om en toen zat daar een tegeltje aan vast. En ik zeg, kijk pa, moet je zien wat ik nu gevonden heb. En nou, ik liet het zien, ik had het netjes neergelegd en ik bleef doorgraven. En er kwamen gewoon nog veel meer tegeltjes uit vandaan. En ik heb ervoor gekozen om die tegeltjes in de werkplek te verwerken. Omdat ik het leuk vond, omdat ze hier gevonden zijn, om ze ook weer hierin terug te brengen. En een tegeltableau, ja, dat zit eigenlijk niet echt vast. Dus dat had je ook kunnen doen, je had ze ook kunnen verkopen, maar nee. Ze horen hier in dit pand. Nou, ik zit hier nu eventjes zo op je toonbank te kijken, zeg maar, of op je werkblad eigenlijk. En dan zie ik daar een afbeelding van een huisje. En volgens mij, als ik het goed zie, is dat dit pand. Ja, dat klopt. Dat is een tegeltableau wat volgens mij een jaar of 30 geleden gemaakt is door meneer Karels. Of volgens mij zeg ik dat goed, meneer Karels. En dat hangt bij de vorige eigenaar, dus van de melkwinkel, hangt dat thuis. En wij zijn daar geweest afgelopen zomer. En ik zag dat tegeltableau hangen. Ik zeg, mag ik daar een foto van maken, zodat ik daar ook chocola van kan maken? Nou, die meneer die dacht echt, geen idee wat ze daarmee bedoelt. Maar wat we dan dus doen, ik heb hier, ja, hier zie je het plaatje. En dat kan eigenlijk met elke willekeurige afbeelding die je zou willen. Dus een foto of een verjaardagswens of wat dan ook. Ik heb daarvoor een printer, een speciale printer. Die printer die staat aan deze kant. Vanaf mijn laptop, op mijn laptop bewerk ik die foto's. En hier zie je dus inderdaad de afbeelding die we net daar op chocola zagen. Het is eigenlijk een gewone printer, maar wat hem bijzonder maakt is de inkt die erin zit, is eetbare inkt. En de vellen die ik gebruik, dus het is eigenlijk het papier wat erin zit, dat is ook niet gewoon papier, maar dat noem je transfervellen. Daar zit een eiwitpoeder zit daarop. En doordat die inkt op die eiwitpoeder komt,
De inkt trekt in het eiwitpoeder en over die poeder smeer ik dan witte chocolade. En dat zorgt ervoor dat die afbeelding in de witte chocolade trekt. En ik kan het wel even laten zien. Het is eigenlijk net als dat je een printje maakt. Dus als ik het eigenlijk goed begrijp, je kan gewoon zelf een foto maken van je dochter, je huisdier of noem maar op. Ja. En dan kun je dat gewoon naar jou toesturen. Kan dat dan per e-mail of moet je dan langskomen? Nou, heel veel mensen doen dat gewoon via de WhatsApp. Mijn telefoonnummer die staat overal. En ik vind het altijd heel makkelijk, want dan hoef ik mijn mail niet te checken. En dan krijg ik gewoon via de WhatsApp alles binnen. En ik zet dat zo op de computer. En dan print ik het uit. Hier heb ik dus het vel. Zoals je ziet is dit een poeder. Daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn, anders krijg je allemaal gaatjes erin. En nou, wat ik hier dan nu mee doe, is ik leg dit op de werkbank neer. En dan ga ik met witte chocolade, dat smelt ik nog op de hand. Want op dit moment zit er geen witte chocolade in mijn machines. En dan, ja, de chocolade die smelt gewoon, het zijn van die korreltjes. En dat smeer ik eroverheen. En op het moment dat de chocolade hard wordt, dan zit die afbeelding in de chocolade. Oké, je smeert het dus eigenlijk vloeibare chocolade over de afbeelding zelf heen? Ja. Oké. Want ik dacht eerder van dat het andersom zou zijn. Maar dan trekt dus inkt uit het vel in de chocolade en dan... Ja, dan zit het erin. Ja. Oké. En de chocolade, waar komt de chocolade eigenlijk vandaan? Is het fair trade of... Nou, ik gebruik Belgische kwaliteitschocolade. Dat is, dat wilde ik gewoon niet anders, omdat ik vind dat dat de allerlekkerste chocolade is. Het is inderdaad, het is fair trade chocolade. Het is Callebaut chocolade. Het wordt bij hun op een andere manier wordt dat gedaan. Zij ondersteunen zij halen cacao, halen ze van cacaoplantages af vanuit de hele wereld. En zij ondersteunen de cacaoboeren door bijvoorbeeld scholing te financieren voor de kinderen. Dus dat, ja, Callebaut heeft daar een heel quality program voor en... Ja, ik denk ook dat je daar als groot bedrijf niet meer omheen kan. Dat je dat op die manier moet doen. En ik vind het fijn dat zij dat ook doen. Dat ze lekkere chocola produceren en dat ze dat ook verantwoord doen. Nou, kan ik me voorstellen, want ik ben persoonlijk echt een liefhebber van chocolade. Dat als ik hier werk, dan... Ja, het meeste ben je gewoon aan mij kwijt eigenlijk. Hoe doe je dat zelf? Nou, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik... gemiddeld meer chocola heet dan de gemiddelde persoon. Ik vind het ook nog steeds lekker. Ik lust het elke dag weer opnieuw. Maar aan het einde van de dag, dan denk ik wel van nu hoef ik niet meer. Omdat je de hele tijd natuurlijk in die geur van de chocolade zit. Ja, op een gegeven moment ben je daar gewoon klaar mee. Dan heb je er gewoon geen trek meer in. Maar ja, je moet natuurlijk, je maakt zelf alle spullen, dus je moet weten wat je verkoopt, dus je moet het proeven. Dus ja, dat is, ja, ik denk dat er een heleboel mensen zijn die daar misschien wel een beetje jaloers op zijn. Ja, en anders wel op je figuur, want je groeit natuurlijk, ik zou enorm uitgroeien als ik hier werk hoor. Vooral met een ons per dag. Ja, nou je weet je, je laat ook andere dingen. Dus ik eet bijvoorbeeld heel weinig koek of zo. Ik eet gewoon eigenlijk altijd een bonbonnetje bij de koffie. Je compenseert het wel. Ja. Maar ik hoorde dat jij een grote liefhebber bent van chocolade. Ja, dat zeg je goed, inderdaad. Ja, dan zou ik zeggen, we hebben hier een hele grote tafel vol met allerlei verschillende bonbons. Dus waar hou je van? Oh, ik vind alles wel lekker. Wat is je eigen favoriet? Heb je die? Nou, ik heb eigenlijk altijd wel trek in iets anders. Dus de ene keer denk ik, nou, een lekkere melkchocoladebonbon met hazelnoten erin. En soms denk ik van, nou, ik heb hier ook een hele lekkere, wat meer gezondere bonbon met gedroogde vruchten en amandelschaafsel. Echt ook super lekker. Maar als ik nu voor jou eentje zou uitkiezen, hou je van melk of puur? Ja, ik ben wel meer van de puur. Meer van de puur. Dan zou ik zeggen, ga voor deze. Bonbonnetje met de pekannoot erop. Ik ben benieuwd. Erg lekker. Nou, dat is mooi. Ik wil je graag bedanken voor het interview. En heel veel succes met je zaak. Ik snoep nog even door. Helemaal goed, dankjewel.